Vandaag bent u uitgenodigd om de resultaten van het PALU-congres aan u te presenteren. We zijn afgelopen weekend is de PALU bijeengekomen. Althans, wat we noemen de kaderleden van de PALU. De PALU kent twee, eigenlijk kan je zeggen in grote lijnen twee soorten van leden. Leden, gewone leden en kaderleden. En kaderleden hebben de verantwoordelijkheid om die partij omhoog te brengen, verder te brengen, te laten groeien. Maar de kaderleden bepalen ook de richting van de partij. Je zou bijna kunnen zeggen het zijn van de PALU. En het congres is het hoogste orgaan binnen de partij, waar dus een aantal zaken, als we dus een congres gaan, een aantal zaken geëvalueerd worden. En een van die zaken die wij evalueren is, je zou kunnen zeggen, het zijn van de PALU. Waar we vandaan komen, de uitgangspunten. Maar vooral waar we naar kijken, waar gaan we vervolgens naartoe? Waar gaan we met die ontwikkeling van het land naartoe? Meestal als we een congres gaan, duurt het minimaal 3 dagen. Omdat het moeilijke discussies zijn, uitgebreide discussies waar we ons over buigen. Maar dit congres heeft op een cruciaal moment plaatsgevonden. Waar we aan de vooravond van de verkiezingen staan. Waar een aantal besluiten genomen moesten worden met betrekking tot die verkiezingen. Ook omdat de partij een aantal voorwaarden moet voldoen. Maar ook, als we kijken naar de situatie in het land, dan zien we dat er, je zou kunnen zeggen, niet een klein beetje een verandering in ons bestuur noodzakelijk is, maar wat wij als PALU zeggen, een radicale verandering noodzakelijk is in het bestuur van ons land. Met betrekking daartoe, de inhoudelijke lijn wat we gaan voeren in onze campagne, daar zijn ook een aantal besluiten genomen. Daar gaan we het vandaag over hebben. En ik wil de voorzitter van de partij, ik zal maar niet zeggen de nieuwe voorzitter, maar het is de voorzitter die een nieuw mandaat heeft gekregen, de heer Jim Hock, uitnodigen om u daar, om te beginnen, een aantal zaken inhoudelijk, een inhoudelijk besluiten die er zijn genomen, om daar een aantal zaken op in te leiden. Voorzitter, mag ik u uitnodigen. Laat mij u alvast ook welkom heten en beginnen mij te verontschuldigen voor het feit dat wij vandaag niet alle nieuwe bestuursleden hier hebben om met u kennis te maken. Sommige mensen zijn na het congres gelijk het veld ingegaan en anderen hebben verplichtingen aan het werk en daar moeten zij zich dus ook aan geven. Ze kunnen niet zomaar wegblijven. Voordat we aan de kwestie van het bestuur toekomen, wil ik u het een en ander voorhouden. De PALU is opgericht op 12 maart 1977. En dat is 2 jaar na de onafhankelijkheid van Suriname. Het doel was om een bijdrage te leveren, om ervoor te zorgen dat het land dat we in 1975 hebben overgenomen, dat het ons land zou worden. Daartoe wilden wij een bijdrage leveren. Een land maken van die ex-kolonie waarin Surinamers gelukkig zouden zijn. Een land waarin Surinamers en de belangen van Surinamers op de eerste plaats zouden staan. 12 maart 1977, 2 jaar na de onafhankelijkheid. We zijn er met z'n allen niet in geslaagd om dat Suriname, dat land, te bereiken. Surinamers ontvluchten opnieuw hun land om zich onder slechtere omstandigheden soms in andere landen te vestigen. Ik zei dat we er met z'n allen niet in zijn geslaagd. Alle politieke partijen die vanaf 1975 al of niet verantwoordelijkheid hebben gekregen in Suriname. We hebben dus samen gefaald in dat opzicht. Maar wat de huidige regering klaarspeelt, heeft klaargespeeld in 4 jaar en na elke dag nog mee doorgaand, dat slaat alles. De huidige regering heeft ons voor wat betreft de condities om een land te zijn voor ons, voor alle Surinamers,
om greep te krijgen op onze eigen ontwikkeling. De huidige regering heeft ons bijna 50 jaar teruggeworpen. Verdeeldheid, bespeling van etnische tegenstellingen, invloed van de oud-kolonisator die weer in de deuropening staat met zijn militaire boots aan. Een deal met een oliegigant die vooral voor een kleine elite enorme rijkdom gaat brengen en daarmee de tegenstellingen tussen rijk en arm nog groter gaat maken. Suriname bevindt zich, zoals we dat al vaker hebben gezien, opnieuw op een kruispunt. De regering, onder leiding van onze huidige president, heeft ons in een situatie gebracht waarbij de meeste mensen alleen nog de man in bevy bij de gedachte dat dit beleid na 2025 zal worden voortgezet. Beste mensen van de media, ik durf te stellen dat deze president, de aanzittende president, niet is gekomen, nooit is gekomen om het leven van de Surinamers te verbeteren. U hoort wat ik zeg. De president, de huidige president, is nooit gekomen om het leven van de Surinamers te verbeteren. Om ons land tot een beter land te maken dan wat hij is komen aantreffen. Wat dat betreft heeft hij de meeste van ons falikant voor de gek kunnen houden. Eigenlijk, als ik een verzameling moet noemen van wat hij allemaal heeft gedaan in de afgelopen jaren, dan kunt u dat beter dan ik. Ik noem een paar dingen. U kent nog dat gedoe rondom de statuten van staatsolie die gewijzigd moesten worden om de First Lady daarin te laten plaatsnemen in de Raad van Commissarissen. Op allerlei bedriegelijke manieren zijn vrienden en familie, ook buitenlandse vrienden en familie, greep gegeven op bijvoorbeeld onze gronden. Ik neem het voorbeeld van het bedrog in Koroni, waarbij een Guyanees zogenaamde expert in het produceren van kokos 1250 hectare grond toegewezen heeft gekregen. Hij zou 100 Koronianen aan werk helpen. Er is geen overleg gepleegd met die Koronianen, maar laat dat. De man heeft 1250 hectare grond gekregen van de overheid en er is hem nog eens 5000 hectare toegezegd. En vermoedelijk is dat ook al toegewezen. En dan te bedenken dat deze man in zijn eigen land nog geen 280 hectare onder kokos heeft en hij heeft 50 mensen in dienst. En daar gaat onder dit mom die 5.000 à 6.000 hectare naartoe. De kwestie Mennonieten speelt nog scherp in ons geheugen. En terwijl dat ding voorbij lijkt, moeten we intussen steeds meer rekening ermee houden dat het hele gedoe eigenlijk onder een vermomming was. Eigenlijk was het een koffer om ervoor te zorgen dat grote lappen grond in handen van vrienden moesten komen. De case waarbij een ondernemer gewoon $8 miljoen in de kwestie van Pan American, gewoon $8 miljoen in handen krijgt, zonder dat hij daar iets voor extra voor heeft hoeven te doen, dat weet u allemaal nog. De openmarktoperaties waarbij miljarden, gratis en voor niets zijn gegeven aan toch al rijke vrienden. En nu wordt dat door u en door de rest van de Surinaamse samenleving, door ons allemaal terugbetaald. En dan sla ik die kwestie van die pisvergunningen, van die brug over de quarantaine, dat sla ik maar over. Allerlei andere zaken kunt u beter op een rij zetten. Maar ook internationaal zijn wij behoorlijk te kijk gezet. Internationaal zijn wij eigenlijk tot apen gemaakt. Gewoon omdat een vriendje van de president zo nodig secretaris-generaal van de OAS moest worden. Tegen wil en dank.
allerlei standpunten die hij daarvoor in eigen voordeel en in het nadeel van Suriname heeft ingenomen, werken door tot de dag van vandaag. Van de ambassade in Jeruzalem, hoe hij erop kwam, weet niemand. Tot het innemen van behoorlijk betwistbare standpunten vanuit de Surinaamse visie op kwesties van Oekraïne en Gaza. Ik ga er niet dieper op in op dit moment. Een kind van de lagere school kan begrijpen dat je wel je eigen belang mag nastreven, maar dat je niet een heel volk daarvoor belachelijk kan maken. In de kwestie van offshore olie die nu speelt, zijn we op een punt gekomen dat we moeten vrezen dat er onderhandse deals zijn gesloten en die nog steeds onder de tafel worden gehouden. Vragen worden niet beantwoord. De Nationale Assemblée heeft het gehouden op het aanvragen van een vergadering en de voorzitter van de Assemblée die zwijgt. Wat is er afgesproken met die multinational? Naast natuurlijk die standaardovereenkomst die op de website van onze eigen oliemaatschappij te vinden is. Wat is er afgesproken? De trekrecord van onze president, dat is waar het hier om gaat. En dat is ook de leidraad die we moeten volgen wanneer we zoeken naar het antwoord van wat is er afgesproken. Die trekrecord doet weinig goeds vermoeden. Ik heb u aan het begin gezegd dat ik ervan overtuigd ben dat deze president niet is gekomen om Suriname te dienen. Hij is gekomen om gediend te worden door Suriname. Je zou ook kunnen zeggen, de man kennende, hebben we eigenlijk reden om voor het ergste te vrezen in die deal met de multinational. Maar ook de geheimzinnigheid van de staatsoliedirecteur is reden tot grote bezorgdheid. En de mensen die daar kritische opmerkingen over maken, die moeten zo nodig belachelijk gemaakt worden. Alleen maar om die vragen weg te doen. Om te zorgen dat niemand die vragen overneemt en dat er steeds luidere roep komt om openheid van zaken. Waar kijken we tegenaan in die oliekwestie? De ervaring in andere ontwikkelingslanden leert ons dat deze grote bron van rijkdom, potentiële bron van rijkdom, in de meeste gevallen in ontwikkelingslanden in een vloek eindigt. Ik zeg nadrukkelijk in ontwikkelingslanden, omdat er ook andere landen zijn die olie hebben. Amerika heeft ook olie. Canada is een van de landen met de grootste olievoorraden. Maar het gaat om de ontwikkelingslanden waar men in staat is om de leiding van die landen die overgevoelig is voor omkoping en corruptie. Men is in staat om de leiding van die landen om te kopen en deals te sluiten die goed zijn voor de oliemaatschappij en goed voor een flinterdunne top, een elite in die ontwikkelingslanden. Met als gevolg dat de armoede in die landen alleen maar groter wordt. Het zijn de ontwikkelingslanden die het slachtoffer worden van deze olievloek. De risico's worden afgewenteld op die samenleving. En dan wijs ik nogmaals op die track record van de president. En niemand moet me zeggen hoor, niemand moet me zeggen dat we hier kwaad staan te spreken over de president. Iemand die dat durft zeggen, die kent de president alleen van toespraken in de Verenigde Naties en bij CARICOM. Maar die kent hem niet in zijn eigen land. Ik heb u met het bovenstaande proberen duidelijk te maken dat voortzetting van dit bestuur van Suriname een verdere vernietiging van ons land en onze samenleving zal betekenen. Nu komt die olievloek erbij. Er moet dus dringend, en zeg gerust radicaal, verandering komen in de politieke leiding van Suriname. Daar gaat de paal voor. Een radicale verandering in het bestuur van Suriname.
une tegen no ons ma na abeleid sa unowani na abeleid sa no bunji a kondre na abeleid sa no bunji a volle. Wat we nodig hebben in Suriname is een regering met het hart op de juiste plaats om de juiste keuzes te kunnen doen en met voldoende verstand van zaken om de Surinamers te verenigen rondom hun toekomst. Een regering die niet over de Surinamers regeert, maar die het land bestuurt samen met de Surinamers. De PALU gaat daarom ook meedoen aan de algemene verkiezingen van 25 mei 2025. Omdat onze aanvankelijke doelstelling duidelijk nog steeds recht overeind staat. In het afgelopen weekend hebben we een congres gehouden om de krachten te bundelen en de inspanningen te vergroten voor dit deel van de campagne dat voor ons ligt. We hebben het bestuur ook wat meer ingericht, gespitst op de taken die voor ons liggen en om te kunnen inspelen op de mobilisatie die nodig is in het nieuwe kiesstelsel. Ik wil u het nieuwe bestuur presenteren en zoals ik al eerder zei, mij verontschuldigen voor het feit dat ik niet alle gezichten direct kan laten zien bij de namen die ik noem. Maar er zijn een aantal bestuursleden hier aanwezig en ik wil ze bij naam noemen. Ik begin bij mevrouw Margie Getrouw, secretaris Sociaal-Maatschappelijke Aangelegenheden. Mevrouw Danielle Holwijn, die is in Koroni, Nikeri. En laat me de functies van de mensen er gelijk bij noemen. Dan heb ik mevrouw Margie Getrouw, die is secretaris voor Sociaal-Maatschappelijke Aangelegenheden. Mevrouw Danielle Holwijn, die is secretaris Mobilisatie West. Meneer Bola Rawindat, secretaris Mobilisatie Wanica. De heer Mullo Tirto Taruno, secretaris Mobilisatie Oost. Mevrouw Aquada Segelaar Saskia, die is secretaris Mobilisatie Zuid. Die is hier niet aanwezig, omdat zij dus verplichtingen heeft met haar werk. De heer Melvin Heines, secretaris voor massacommunicatie, die dus onder andere met u in contact zal treden in het vervolg. De heer Jamal Manberg, secretaris voor interne communicatie en organisatie. De heer Imran Tous voor beleidsforum en kadertraining. Angela Verweij, secretaris Financiën. Dank u wel. De heer Henk Ramnandan Lal, die u inmiddels al beter kent, die is eerste ondervoorzitter en belast met internationale betrekkingen. Wij hebben het systeem dat alle secretarissen tevens ondervoorzitter zijn en dus ook mogelijk vervanging van de leiding, de voorzitter. En de heer Henk Ramnandan Lal is dus de eerste ondervoorzitter. Hij mag ook wel opstaan. Huh? Ik had het niet gezien, sorry. En mijzelf, het is u al duidelijk geworden. We hebben een nieuw mandaat gekregen van het congres. We zijn veel minder dan een jaar, ik denk 7 maanden nog voor de verkiezingen. En we hebben met elkaar afgesproken tijdens het congres dat wij op korte termijn na het congres en wel binnen 6 maanden opnieuw na de verkiezingen dat wij opnieuw in congres zullen gaan. We gaan ervan uit dat na de verkiezingen er een nieuwe situatie zal bestaan, dat er andere condities zullen bestaan in Suriname en wij gaan binnen 6 maanden na de verkiezingen gaan wij dat met elkaar evalueren en de lijnen uitzetten voor de periode die daarna komt.
Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Wat ik wil zeggen is, als er aanvullingen zijn, want dan willen we de leden van het bestuur, de secretarissen, willen we dan de gelegenheid geven om, als zij hier een aanvulling op hebben, dan willen we hun de gelegenheid geven om dat te doen. Dank u wel zover. En wie kan ik? Wie gaat een van jullie? Oké. Alsjeblieft. Ja, ik weet niet. Willen we een aanvulling doen? Ja? Melvin Heijnes. Goedemorgen, dames en heren. Nou, herkozen bestuurslid van de PALU, Melvin Heijnes hier. Het belang van de PALU is nu meer dan ooit duidelijk. Mensen begrijpen dat de huidige regering, je hoeft niet te verwachten dat er ontwikkeling gaat komen. Maar van de vorige regering hoef je het ook niet te verwachten. Want niet zomaar is de huidige regering aan de macht gekomen. Als de vorige regering zo goed was, hadden ze daar gezeten. En mensen begrijpen dit, Surinamers begrijpen dit, dat is mijn begrijping. En ze zoeken naar een alternatief. En dat is de reden waarom in feite de PALU nu meer dan ooit belangrijk is in de samenleving. Omdat PALU dat alternatief is. PALU begreep dat er zaken zijn die gewoon makkelijk veranderd kunnen worden. En de politieke wil is er wel bij de PALU. Het verschil met de andere partijen is dat Aratak de man is sapsamutsa. De man no one doen, de man no one doen. Er zijn echt simpele dingen die gewoon, kijk, de voorzitter had het net over gronden die zijn uitgegeven. Het hele huisvestingsprobleem was opgelost. Als je praat over 300.000 hectare. Weet je hoeveel Surinamers, je kan de helft van het volk eigenlijk daarmee voorzien. Alas maar weer op wapies grond hoor. De PALU is wel bereid dat soort stappen te nemen. Er zijn simpele dingen die gewoon opgelost kunnen worden, die nu niet opgelost worden. Omdat er andere belangen spelen en die mensen het gewoon niet willen doen. Dus de PALU garandeert in feite het volk dat die belangrijke dingen die gedaan moeten worden. De pers zit al een hele tijd met iets als een wet moet komen van een openbaarheid van bestuur. Waarom is het er nog niet? De president heeft wel alle ruimte om te reizen enzovoorts, terwijl het simpele dingen zijn die gewoon opgepakt kunnen worden, die een heleboel problemen zouden oplossen. De PALU is wel bereid dat op te lossen. Zo is de PALU in feite ook bereid in feite ervoor te zorgen dat er een betere grondbeleid komt, dat in feite er bestemmingsplannen komen. Want nu, wallo, verkavelingsprojecten, maar er zijn geen speeltuinen erin verwerkt, niets is erin verwerkt. Dus het land wordt alleen maar chaotischer. En we hebben dus de PALU nu meer dan ooit nodig om die structuur eigenlijk te brengen in het land. Dus als mensen nog steeds vragen van de vorige regering niet, de huidige regering niet, wie dan? Wel, dan kan ik u zeggen de PALU. Alleen de PALU kan u garanderen dat deze dingen veranderd zullen worden. Dank u. Ja, dank u wel, Melvin. Ik nodig uit de heer Imran Taus. Ja, goedemorgen ook van mijn kant. Ik wil een, sorry voor mijn heze stem, maar ik wil desondanks toch een boodschap aan de samenleving meegeven. Er zijn een heleboel politieke partijen die zullen meedoen aan de verkiezingen. En iedereen is gelukkig actief bezig om de samenleving duidelijk te maken waarom men op die partijen zou moeten stemmen. Ik wil de samenleving erop wijzen dat wij al een hele tijd, en wanneer ik zeg een hele tijd, dan bedoel ik tientallen jaren, dealen met een situatie waarbij wij niet weten waar wij naartoe gaan. Waarbij mensen zich afvragen, wat is er gebeurd met die miljarden die we hebben gehad tijdens de onafhankelijkheid? Wat is er gebeurd met die miljoenen die we hebben gehad van staatsolie? Wat is er gebeurd met die miljoenen die we hebben verdiend met de koudindustrie? Iedereen stelt zich die vragen en anderen, zelfs parlementariërs nu, hebben daar liedjes over gemaakt. Anno 2025, of 24 nu nog, weten we nog steeds niet waar wij naartoe gaan.
En dan hoor je iedereen wel schreeuwen dat het belangrijk is dat er goede bestuurders moeten komen om de oliedollars die we zullen verdienen, om die op een correcte manier te besteden. Je hoort ze eigenlijk niet eens praten over het besteden, maar wel over het beheren. Omdat ze maar het doel ik de waluka nyam patu. Zonder dat ding ontschrijf van nyam. En zo maar moest nyam zeker naar volk voestranang. En onaf nyam lik van de Guyanese o nyam iedereen $1,000. Maar wij moeten wel weten waar we naartoe gaan. Wij moeten wel weten wat er deze keer zal gebeuren met de vele miljoenen en in dit geval miljarden US-dollars of oliedollars die we zullen krijgen uit die industrie. En omdat wij op dat kruispunt staan, des te erger is het dat politieke partijen zich klaarmaken voor de verkiezingen zonder dat zij aan de samenleving kunnen duidelijk maken wat ze met het geld zullen doen. Want beheren kunnen we allemaal. Maar waar gaan we dat geld aan besteden? De PALU heeft plannen. En de PALU is misschien niet de grootste etnische partij. De PALU is misschien niet de meest luidruchtige partij. En gelukkig is de PALU ook niet de meest beruchte partij. Maar waar de PALU wel bekend om staat, is een visie. Er is niemand in Suriname die kan ontkennen dat de PALU een partij is die weet waar ze over praat. Er is niemand in Suriname die kan zeggen dat de PALU een partij is die geen visie heeft, zoals we dat vaker over andere partijen gezegd hebben. En terecht, want die andere partijen hebben zich tot de dag van vandaag niet uitgesproken over waar ze naartoe willen met onze toekomst. Ik wil de samenleving oproepen om de PALU in de gaten te houden. Omdat wij wel ons huiswerk hebben gedaan. Wij hebben wel een visie ontwikkeld voor waar wij over tientallen jaren willen zijn. Wij hebben wel een visie over wat de first steps moeten zijn die we moeten maken. En het gaat niemand zomaar $1,000 in je zak opleveren. Maar het garandeert wel dat je binnenkort een redelijke baan kan hebben. Maar ook dat jouw kinderen en hun kinderen gegarandeerd zijn van een goed leven in Suriname. Ik wil aandacht vragen voor de concepten en de ideeën van de PALU. Omdat dat is waar we ons van anderen onderscheiden. Dank u wel. Dank u wel, Imran Taus. Ik wil uitnodigen Margie Getrouw voor de aanvulling. Margie. Goeiedag allemaal. De PALU is de enige politieke partij met een ideologie en een visie voor de toekomst. Die toekomst bestaat niet alleen uit 5 jaar regeerperiode. Die toekomst bestaat uit 5, 10, 20, zelfs 30 jaar. Belangrijk is dat we eerst gaan kijken wat de financiën zijn, de inkomsten van het land, om dat op een andere manier te gaan besteden. Als ik praat over de sociaal-maatschappelijke problematiek en men zegt als men kijkt naar de feesten die worden georganiseerd op het plein, ach, die mensen pinaren niet. Maar wat we zien op het plein is maar een heel klein deel wat zou kunnen feesten of kan feesten. Wij vergeten om in de zijstraatjes te kijken. Wanneer we op het veld gaan, komen we schrijnende situaties tegen. Hartbrekende situaties. Zeker onder senioren en mensen met een beperking. Dus de PALU heeft ook in hun beleid opgenomen dat er zeker naar deze burgers wordt gekeken om dat ook als eerst op te lossen. Er gebeurt veel meer in ons land dan wij beseffen. Je beseft pas als je ermee wordt geconfronteerd. Wij zitten in de zijstraatjes om daar te constateren en op te lossen.
Er zijn heel veel burgers die zeggen, ik weet niet op wie ik moet stemmen. Ik doe niet mee aan politiek. Ik ga niet stemmen. Dan bent u niet bewust van uw recht als volwaardige burger van Suriname, moet u eigenlijk stemmen. Het is uw plicht naar land en volk om uw stem te laten horen. Als u zegt, ik bemoei niet met de politiek, bemoei de politiek wel met u. Want als we kijken naar de huidige situatie, bepaalt de politiek op dit moment uw leefkwaliteit. Zij bepalen de prijzen in de winkels. Zij bepalen uw brandstof. Zij bepalen uw arbeidsomstandigheden, uw gezondheidsomstandigheden, uw opleidingsomstandigheden, scholing. Alles wordt bepaald. Dus zou u eigenlijk moeten bemoeien in de politiek om ervoor te zorgen dat u uw stem uitbrengt en uw toekomst gewaarborgd is van rust, een gezonde, goede gezondheidszorg, kansen in scholing en opleiding, dat niet elk kind wat de mogelijkheid heeft om naar het buitenland te gaan, dat die gaan en de rest blijft achter, want we hebben heel veel knappe koppen in ons land. Uw stem uitbrengen voor een rustige toekomst, een gewaarborgde toekomst, is dat je ook rustig kunt slapen en de slapeloze nachten achter je kan laten. Niet van mij, Guus, wat ga ik morgen koken? Hoe ga ik morgen mijn rekeningen betalen? Wat ga ik morgen doen? Hoe gaat dat kind naar school? Hoe ga ik de dokter betalen? U heeft het recht op een rustig leven. Grote partijen hebben al bewezen, althans zo noemen we dat, grote partijen, hebben al bewezen dat ze er niets van hebben gepakt in die bijna 50 jaar onafhankelijkheid. Misschien wordt het tijd dat u nu eens gaat kijken naar partijen met de nodige kennis. Maar niet partijen die links praten en rechts doen. De PALU zegt wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ik dank u en ik geef u mee. We zijn allen Surinamers, geboren en getogen, waar u ook zit. We gaan voor land en volk, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Dank u wel. Dank u wel, Margie Getrouw. We zijn daarmee gekomen aan het einde van de presentaties. Misschien voordat ik u het woord geef om vragen te stellen, u de gelegenheid geef om ophelderende vragen te stellen eventueel. Kijk, u bent hier in het huis van de PALU. De PALU is geen politieke partij die gisteren is opgericht. De PALU is een politieke partij die op verschillende momenten regeerverantwoordelijkheid heeft gedragen. En we mogen met trots terugverwijzen naar die momenten waar we inderdaad in de regering hebben gezeten, maar waar grote zaken zijn gerealiseerd voor dit land en volk. De lijst van verworvenheden, als u in dit gebouw, in dit partijcentrum binnentreedt, de lijst van verworvenheden van deze partij is, je zou kunnen zeggen, heel erg lang. Politieke partijen, zelfs de partijen die zichzelf groot noemen, als zij hun verworvenheden neerzetten naast de verworvenheden van de PALU, dan denk ik, we badden maar aan straatlengtes, om het zo te noemen. We kunnen daar zo meteen dieper op ingaan, maar ik wil voor nu de formele presentaties beëindigen. Maar ik wil u, voordat we eruit gaan, de gelegenheid geven om ophelderende vragen te stellen. Wie heeft een vraag? Ja, goedemorgen, Jamal Akten, Sunweb TV. Meneer Hock, u heeft gesproken over het finaal investeringsbesluit met betrekking tot olie. Heeft de partij plannen? Nee, waarom niet? Zo ja, welke plannen? Heeft u een indicatie hoe? Mijn tweede vraag is, de partij doet mee aan de verkiezingen zelfstandig of gaat de partij samenwerken?
U heeft de opsomming gegeven met betrekking tot de opsomming van de enkele schandalen van de huidige regering. Staat de partij nog steeds, of staat de partij open voor samen, om samen te werken met de VHP, de ABOP en of PL? En mijn laatste vraag is, geruchten doen de rond dat de partij zoals de PL failliet zou zijn. In hoeverre klopt deze informatie? Dank u wel. U gaat me moeten helpen hoor, met die vragen, want ik heb het niet helemaal goed verstaan. Maar misschien kunnen ze één voor één. Ja. Ja, mijn eerste vraag ging over het finale investeringsbesluit met betrekking tot olie. Heeft de partij plannen? Nee, waarom niet? Zo ja, welke plannen? En heeft u een indicatie hoe? Ja, kijk, op die kwestie van die FID en die olie en zo, we gaan er binnenkort op terugkomen. Maar voor nu het volgende. Die FID, de Final Investment Decision. De finale het finale investeringsbesluit is een besluit van de oliemaatschappij. Sorry. De oliemaatschappij bepaalt, wij gaan olie in Suriname winnen en dat gaan we op die en die en die manier doen en het gaat zoveel kosten en het is dan helemaal opgebroken in allerlei uitgavenposten. Dus dat is iets van de maatschappij, van de oliemaatschappij. Wij hebben daar niet zoveel over te zeggen. Dus de PALU heeft geen plannen met die FID. Maar het is wel zo dat als u bedoelt van wat gaan wij doen, wat zouden wij doen met de middelen die vrijkomen uit die olie. Wij hebben daar inderdaad een aantal goede ideeën over. Omdat wat je moet doen met die inkomsten. We hebben op dit moment in Suriname een enorme sociale achterstand. Er zijn mensen die als je de straat op gaat, die weten niet waar ze hun maaltijd voor vandaag vandaan gaan halen. Aan de andere kant heb je mensen die zitten met geld en ze weten niet wat ze met dat geld moeten doen. Dus je gaat daarin regulerend moeten optreden. Je gaat moeten zorgen ervoor dat die dingen die vandaag een probleem zijn, dat ze met dat geld morgen geen probleem meer zijn. Dat is één. Een tweede ding is dat je ervoor moet zorgen dat het geld dat je nu hebt, dat je het stopt in zaken, in structuren, in bedrijven, in activiteiten, die op hun beurt ervoor kunnen zorgen dat je overmorgen weer geld hebt. U begrijpt wat ik bedoel. Want als je het geld van vandaag opmaakt, is het op. Je geeft het maar één keer uit, het is op. En al is het veel, hè? Laat om elkaar niet voor de gek houden. Het is vreselijk veel geld. Maar ik kan pas allemaal niet. Toch? Je kan een picolet kopen voor 2 miljoen. Maar het gaat erom dat het geld dat je hebt, dat je het op een goede manier besteedt, zodat niet jij, maar je kinderen, je achterkleinkinderen zelfs, kunnen profiteren van het geld dat je ooit hebt gehad. Omdat die dingen die je hebt gedaan, die gaan ervoor zorgen dat tegen die tijd dat zij er zijn, dat die dingen geld gaan opbrengen. En we hebben daar een paar voorbeelden van. Onder andere hebben wij straks in ons verkiezingsprogramma, nu nog in concept, hebben wij de voorstellen gedaan voor bijvoorbeeld een luchtvaarthub om Suriname tot een knooppunt te maken van waaruit vliegtuigen kunnen ik denk dat... Ja, een luchtvaarthub waarbij de Suriname knooppunt wordt voor het luchtverkeer tussen de continenten Europa, Suriname, Afrika, Suriname. Waarbij mensen hier komen die op doorvlucht zijn, doorreizen. Mensen vrachtkippen die met andere vliegtuigen worden weggebracht, een luchtvaarthub. En laten we het goed zeggen. Niet wanneer we twee slurven op zanderij hebben. Het is een veel ingrijpender zaak. Ja, waar je een goed beeld van
We hebben voorstellen in ons programma voor eigenlijk hetzelfde optie. Wat zei je? Ja, het geluid. Hetzelfde optie. Wat je op land doet, kan je ook op zee doen. Het gaat om de positie die Suriname heeft in op het Zuid-Amerikaanse vasteland. Je kan hetzelfde optie wat met schepen kunnen komen, lading achterlaten. Daar gaat het dan niet om mensen, maar om lading. Die door andere schepen weer wordt opgehaald om de Oké. Wij hebben het voorstel gedaan om een nieuwe hoofdstad te bouwen en om daarmee te beginnen direct nadat de regering is aangetreden. Ik wil daar nu niet te veel over zeggen, maar ik kan u wijzen naar de problemen van onze huidige hoofdstad. Dat is er alleen maar bijgekomen. Onze huidige hoofdstad heeft zoveel problemen, van te beginnen met huisvesting, met wateroverlast, verkeersproblemen, vervuiling, noem maar op. Maar bovendien, wij hebben als onafhankelijk volk eigenlijk nog nooit iets voor onszelf gedaan, een eigen daad gesteld. Suriname heeft een nieuwe hoofdstad nodig die een functie heeft in het onafhankelijk zijn. Waarbij de hoofdstad dient om warmte te geven vanuit een heel belangrijk bestuurlijk punt. Nu is onze hoofdstad aan de noordkust van het land. En we praten steeds over het verre binnenland. Dat moeten we veranderen. We moeten onder de mensen, de hoofdstad moet onder de mensen zijn. En moeten ervoor zorgen dat alles wat die hoofdstad heeft ook uitstraalt naar de andere gebieden. Of het nou gaat om onderwijs, volksgezondheid, veiligheid, noem maar op. Ja? Dus zo kunnen we doorgaan. Maar ik hoop dat ik daarmee een beeld heb gegeven dat we wel degelijk weten wat we met het geld moeten doen. Anders. Want de tramasap ook toen zouden we moeten doen aan de money. Maar nog eens aan de zand moeten doen in het belang van konderen. Tenminste, de meeste daarvan, ja. Ja. Mijn tweede vraag ging over de partij doet mee aan de algemene verkiezingen. Gaat de partij zelfstandig meedoen of gaat de partij samenwerken? Heel kort. We hebben op het congres daarover gesproken uiteraard. En het congres heeft ons mandaat gegeven om te praten met anderen, maar het congres heeft ons ook mandaat gegeven om zelfstandig de verkiezingen in te gaan op eigen kracht. Dus het is niet zo dat wij samenwerking afwijzen. Integendeel, wij hebben in de afgelopen jaren zijn wij driftig bezig geweest om te proberen om een goede samenwerking tot stand te brengen. In het belang van Suriname, dus met het oog ook op dat belang van die Surinamers en het land. Dat is tot op dit moment niet succesvol geweest. En net wat ik zeg, het congres heeft gezegd, luister, je mag doorpraten. Maar in principe heb je van ons ook de goedkeuring om geheel op eigen kracht de verkiezingen in te gaan. U heeft het gehad over een aantal schandalen van de huidige regering. Staat de partij nog steeds open om samen te werken met de partijen die in de huidige regering zitten? Het is een moeilijke vraag. Ik denk dat de condities die nu gelden, dus laat me zeggen, de ruimte die de politieke partijen nu hebben in de regering, maakt het hun gemakkelijker om allerlei dingen te doen die duiden op ontsporing. Gewoon, kijk naar de regering. Eerst was de NPS erbij, de NPS is eruit gegaan. Hoewel ik zelf vind, niet op tijd, want de NPS heeft door haar activiteit bijgedragen aan een aantal heel vervelende besluiten, is ook niet op tijd eruit gesprongen toen valse dingen als New Surfing en weet ik veel wat allemaal speelden. Sorry. Weet je, het gaan naar het IMF, wat eigenlijk desastreus is geweest voor de Surinaamse samenleving. Weet je, OMO's en dat soort dingen. En dus de NPS is eigenlijk ook een regeringspartij. In elk geval geweest voor een belangrijke periode. Die is er nou uit. En dan heb je in principe drie partijen over.
En wat ik nu hoor is dat het twee partijen worden. Je begrijpt dat onder die omstandigheden het heel gemakkelijk is voor partijen om te ontsporen. De president, de huidige president, zou niet kunnen doen wat hij nu doet en heeft gedaan in die afgelopen tijd, wanneer er een andere, een stevige coalitie zou zijn. Een coalitie die hem zou kunnen terugroepen naar de werkelijkheid en kunnen zeggen van president, sorry, er maar als aan is nog kan. En daarom hebben wij ook steeds gezegd, wij moeten niet te veel macht in één hand leggen. Right? We willen niet te veel macht in één hand leggen. De Surinaamse samenleving moet daar goed op letten. Wij denken dat wanneer die Surinaamse kiezer ons het mandaat zou geven, dat sterk genoeg is dat we in staat zijn om met iedereen te werken. Maar net wat ik zeg, wanneer je niet in staat bent om te zeggen van, hé mensen, tot hier en niet verder, dan kan je beter niet gaan. Oké? De laatste vraag ging over de geruchten die de ronde doen, over de partij, dat de partij failliet zou zijn, zoals de PL. Hoe kijken we hiernaar? Welke partij zou failliet zijn? PALU, zoals PL. Dat geeft men trouwens aan. Eigenlijk is het zo dat wij ons niet op de borst slaan dat we geld hebben. Wat wij hebben is dat wij ondersteuning vinden vanuit de samenleving. Denkt u dat wij, zoals we hier zitten, in staat zullen zijn om een miljoen bedrag op te brengen voor deelname aan de verkiezingen? Op het moment dat het ding bekend werd gemaakt van luister, jullie gaan bijna 1 miljoen betalen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, ben ik gebeld door iemand die zegt van jullie gaan toch wel die verkiezingen in. Want ik ga jullie supporten. Ik ga je niet die hele miljoen kunnen geven, maar ik ga je supporten en ik ga andere mensen zoeken om je te helpen supporten. Dus dat is waar wij zoeken onze steun in die samenleving, in het volk. Het is niet zo dat wij hier big money hebben. Er is een tijd geweest wanneer je in de regering zit, dan heb je betere salarissen en zo. Dan konden we een heleboel dingen doen. Maar als dat niet zo is op dit moment, dan gaan we het doen met wat we hebben en met de support die we vanuit die samenleving ondervinden. Ja? Oké. Okay. Zijn er nog anderen? Of heeft hij ook de vragen voor jullie gesteld? Doet wel weer aan hoor. Ja, goedemorgen. Ik zou toch wel een voorbeeld duren op die vraag omtrent olieinkomsten. Kunt u misschien concreter zijn in de projecten die PALU voor ogen heeft? Hoe die gefinancierd zullen worden en binnen welke tijd u denkt dat die verlichting zal komen, zoals je zegt, de noden voor de senioren en gehandicapten. En twee, PALU praat al jaren over die nieuwe hoofdstad van Suriname. Het moet ergens in het binnenland komen, midden in Suriname. Is het al uitgerekend hoeveel het gaat kosten, hoeveel het moet kosten? Binnen hoeveel jaren moet dat een feit zijn? Oké, even de kwestie van de huidige behoeftes van die samenleving. Weet u wat het is? Een heleboel van die problemen, een heleboel van die behoeftes die er bestaan, die hoeven niet eens te bestaan. Het zijn de keuzes die we van de bestuurders zien. Het zijn de keuzes die men doet, die maken dat er noden ontstaan. Als je in staat en bereid en in staat bent om een ondernemer gewoon 10 miljoen dollar te geven, just like that, weet u wat u met die 10 miljoen dollar had kunnen doen? Al die mensen die naar Nederland zijn gegaan en naar de Antillen, omdat ze niet genoeg verdienen, die hadden we een hele tijd kunnen voorzien. We hadden het ziekenhuis dat ongeveer, hoe je dat, AZ, was ooit in een situatie gekomen niet zo lang terug. Dat ze iets van $800,000 nodig hadden. Nog geen 1 miljoen. Ze waren door hun reserves heen, ze hadden niets meer. Nog niet 1 miljoen. En we hebben 10 miljoen gegeven aan een vriendje. Het gaat om keuzes, het gaat altijd om keuzes. En wij zijn van mening dat op dit moment de middelen misschien niet bogo aanwezig zijn. Maar met de juiste keuzes
kunnen we wel rondkomen. De inzichten die de PALU heeft om de inkomsten van Suriname te vergroten, los van olie, dus met ontwikkelingen die wij zelf in de hand hebben, met ontwikkelingen waar onze Surinamers deel van zijn, die inzichten, die projecten, die zouden ons inderdaad ruimschoots de middelen opleveren die nodig zijn voor het bouwen van een nieuwe toekomst. Die olieinkomsten, dat is eigenlijk een apart hoofdstuk. En net wat ik zeg, we zouden er op een ander moment speciaal op moeten ingaan. We gaan geld hebben, maar we gaan niet weten waar het vandaan komt. Omdat die bronnen, die liggen honderden kilometers in zee. Dat geld gaat komen, maar we gaan niet weten waar het vandaan komt. En we gaan blij zijn met het geld. Maar als we niet opletten wat de stromen zijn van dat geld, dan gaan we een keer een klap op ons achterhoofd krijgen. En we gaan ons realiseren dat eigenlijk we weer slachtoffer zijn geworden. Het is heel erg voor het land als Suriname, ontwikkelingsland. Rijk land met alles wat we willen, alles wat we nodig hebben. Om dan met een hulpbron die we niet onder controle hebben, eigenlijk teruggeslagen te worden. Dus nogmaals, die noden die we hebben, de noden die we nu identificeren op onderwijs, sociale zorg, ziekenzorg, noem maar op, al dat soort zaken. Het hoeft niet zo extreem te zijn dat onze mensen weggaan. En dan moet je niet zeggen, dat is mijn pot in den zakken. Maar het gaat ook om de omstandigheden waaronder ze moeten werken. Want als je als leerkracht in een kippenhok les moet geven waarvan het gaas zelfs verroest is en kapot, dan begrijp je dat dat ook niet een motiverende omgeving is. Ikaskoro, Ajari Layanga Watara. Dat is ook geen motiverende omgeving. En nu die nieuwe hoofdstad. U vraagt of wij eigenlijk gereed zijn om het te gaan bouwen. U moet het zo zien. De bouw van een nieuwe hoofdstad voor Suriname is niet een ding dat wij moeten doen als PALU. Wij nemen het voortouw daarin. Wij willen dat die nieuwe hoofdstad, dat idee daarvan, gedragen wordt door iedereen. Als mensen niet begrijpen wat je doet, gaat het niet lukken. Mensen moeten begrijpen wat je doet. Mensen moeten begrijpen waarom je het doet. Mensen moeten het nut ervan inzien om zich erachter te kunnen stellen. Dus het is niet zo dat wij morgen chap en houwer en schop gaan pakken en dan gaan wij naar het binnenland. Nee, het is een plan dat gedragen moet worden door die Surinaamse samenleving. Dat is wat we willen. Wij hebben dat aangedragen. Wij hebben een goed aantal inzichten daarover ontwikkeld. Maar wij willen dat het een onderdeel is van een nationaal breed gedragen samenleving. Dat het een Surinaams plan is. En we hebben daar inderdaad een aantal inzichten over. Een van die dingen die je bijvoorbeeld moet doen op het moment dat je regeerverantwoordelijkheid krijgt, is dat je meteen mensen aan het werk moet zetten. Niet alleen jouw eigen mensen, Surinamers, maar ook internationale deskundigen. Er is zoveel deskundigheid in de wereld over dit soort zaken. Want Suriname zou niet het eerste land zijn dat zijn hoofdstad zou verplaatsen. Hè? U bent daar ongetwijfeld ook mee bekend. Als het niet 10 zijn, dan zijn het 100 landen in de wereld die dat al hebben gedaan. Van Brazilië tot India, tot Ghana, tot noem maar op. Weet u dus, het is niet een ding van Suriname alleen. Maar, laat me dit nog zeggen, want ik ben eigenlijk te lang aan het woord, vind ik zelf. Waardoor ik misschien de vragen geen gelegenheid geef tot vragen. Die nieuwe hoofdstad, laten we even onze oude hoofdstad, onze huidige hoofdstad bekijken. Die was hier door de kolonisator neergezet als controleur. We stonden op het punt van Suriname rivier, komen wij in de rivier. Die plantages waren aan die rivieren hoofdzakelijk. Alles wat erin kwam, alles wat eruit ging, moest gecontroleerd worden. Daarom was Paramaribo hier zo. Wij hebben een hoofdstad nodig die warmte geeft aan onze Surinamers. Die mensen het gevoel geeft
dat ze erbij horen, die mensen inspireert. En die er ook voor zorgt dat de dingen die die hoofdstad heeft, dat zij dat ook hebben. Iedereen moet erbij. Palu heeft vanaf de eerste dag van haar bestaan gezegd, als wij het binnenland niet meenemen in de ontwikkeling van Suriname, dan gaan we geen ontwikkeling hebben in Suriname. Het binnenland, wat we binnenland noemen, is een integraal deel van Suriname. En tot de dag van vandaag geldt dat. De verplaatsing van de hoofdstad van Suriname naar het binnenland zou een gigantische stap zijn bij het dichterbij brengen van de ontwikkeling van het binnenland. En dat is een heel belangrijke doelstelling. Ik weet niet, kijk, er zijn nog 100 dingen, 1000 dingen te zeggen over dit onderwerp. Als ik iemand anders aan het woord laat, weet ik zeker dat hij er nog een aantal dingen bij moet. Maar voorlopig hou ik het hierop. Als er behoefte aan bestaat, kunnen we daar ook in een andere setting over praten en de zaken wat verder uitbreiden. Kijk, ik word hier. Ja, nee, even kort aanvullend. Kijk, een van de concrete ideeën die we hadden gepresenteerd in aanloop tot de verkiezingen in 2020, en het geldt nog steeds, is dat we te weinig benutten onze eigen opties die we hebben in die Surinaamse samenleving. En een van de opties waar we niet naar hebben gekeken, omdat we te maken hebben met bestuurders, niet alleen in deze regering, maar ook in de vorige regering, we te weinig te maken hebben met bestuurders die kijken naar het algemeen belang. Een van de opties die we hebben is dat op dit moment Surinamers bij elkaar gespaard hebben bij onze particuliere banken in Suriname $2 miljard. En we hebben te weinig die gelden benut. In andere landen zouden ze zeggen, nagamoni musmek moromoni. En hadden ze allang daar een deel van gemobiliseerd. En dat is ook wat we zeggen. Mobiliseer een deel ervan en we gaan naar een tweede mobilisatie die staatsolie gaat doen uit die samenleving. We hebben eerder eentje gehad van 4 jaar, 5 jaar geleden, een staatsobligatielening. En staatsolie wil een tweede obligatielening uitschrijven. En wij zeggen als PALU, heel concreet, trek het breder. Mobiliseer niet alleen maar voor de oliesector. Mobiliseer ook, wat we al jaren over praten, ook voor de ontwikkeling en ondersteuning van die local content. En we hadden, toen deze regering aantrad, maar ook toen de vorige regering aantrad, hadden we, als we dat hadden gedaan, hadden we al begonnen, toen al begonnen, om die local content tot ontwikkeling te brengen. We hebben het helaas niet gedaan, omdat we te maken hebben met, zoals ik zei, bestuurders die daar geen oog voor hebben. En nu kijken we, we zijn gefixeerd, lijkt het, op die miljarden oliedollars. Terwijl we op dit moment eigenlijk goud voor ons voeten hebben liggen en we onvoldoende van gebruik maken. Dus heel concreet hadden we dit als optie aangeboden en dat geldt nog steeds. Dat we, als we gebruik maken van onze eigen opties, als we gebruik maken van onze eigen deskundigheid hier in Suriname, we als land veel verder zouden zijn. De devaluaties die de opeenvolgende regering, die de vorige regering, maar ook deze regering heeft uitgevoerd, dat was totaal overbodig geweest. En waren we niet in die armoedige situatie beland waar we nu in zijn beland. En hadden we niet een verschijnsel waarbij op dit moment jonge Surinamers met goede opleiding het land uit pure ellende verlaten. En ook die discussie, die vraag van u, meneer Cairo, over hoeveel gaat de nieuwe hoofdstad kosten. Die nieuwe hoofdstad gaat ons inderdaad initieel wat kosten. Maar op de lange termijn gaat het ons het 100-voudige opbrengen. Kijkt u maar naar andere landen. Kijkt u naar ons buurland Brazilië. Brazilië is een bloeiende stad geworden, hoofdstad geworden. Wat miljarden het land binnenbrengt. Dus door een heel strak mooie strategische locatie te kiezen, wat dus de initiële studie zou moeten zijn, kan je een nieuwe stad bouwen, wat ons uiteindelijk ook, je zou kunnen zeggen, een nieuwe motor zal worden van deze economie. Maar dat is een discussie, dat wat de voorzitter zegt, waar we uren, die dagen over zouden kunnen hebben. En wat we gaan doen, zeker als wij als PALU invloed zullen hebben in de komende regering, we gaan die discussie opstarten. En wij weten ook, als we praten over, we gaan het samen doen, als we praten over, als we aan de politieke partij praten, over zij aan zijn schouder van schouder, dit huis, als we praten over, we gaan het samen doen,
dan gaan we niet uit het luchtledige praten. We weten welke structuren we moeten opzetten om de bevolking te betrekken. Als ze niet op scholen is, met oudercommissies en leerlingencommissies, als ze niet in de gezondheidszorg is, met patiëntenraden, als ze niet in die economie is, met productschappen, als ze niet is in het bestuur van ons land om resortraden en districtraden een eigen budget te geven. Heel concreet, als we praten over nationaal dialoog, is het niet bla 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 en we gaan mensen even aan de tafel roepen, 1, 2 keer en dan noemen we dat nationaal dialoog. Dat is niet het politiek huis zoals wij dat hier zien, naar kijken als we praten over het betrekken van die bevolking. De voorzitter had het erover, onze taak is deze samenleving te herinrichten naar onze eigen belangen en behoeftes. En een van de belangen en behoeftes die dat volk heeft, elk volk heeft, is dat ze betrokken willen raken bij het bestuur van het land. Dat ze betrokken willen raken bij besluiten die genomen worden, die hun directe leef- en woonomgeving beïnvloeden. Ook het Surinaams volk wil dat. En dat is de wijze waarop we zien, heel concreet als we praten over herrichting van die samenleving, als we praten over een nieuwe hoofdstad, of we praten over het ontwikkelen van local content. Het zijn hele concrete ideeën die haalbaar zijn en die we, als je het zou willen hebben uitgewerkt, we hebben het niet uitgewerkt tot een werkbaar plan, maar het zijn concrete ideeën die gerealiseerd kunnen worden als wij in aanval die invloed gaan krijgen die we willen hebben. Maar ik wil het daarbij laten. Zijn er nog andere vragen? Aanvulling? We gaan u zometeen een op papier gezet artikel geven. Ik weet niet waar de kopieën zijn. Maar dan heeft u in aanval ook die namen. En een aantal zaken die we hier naar voren hebben. Als er dan verder geen vragen zijn, dan wil ik u bedanken voor u. Dank u wel.